hoor. Nee? Dat is nee. Jammer. Dat denk ik ook. Een heerlijke pannenkoek, mevrouw. Kijk. Dus in Nederland die hebben een roerprobleem, zeg maar. Er komen al schutten, die roerers die zijn van ijzer. Ja. Er komen scheuren in en die moeten dan gerepareerd worden, moeten gepast worden, moeten misschien een hele nieuwe op. Dat kost natuurlijk geld. Ja. Ja, waar gaan we dat geld vandaan halen? Nou, we hebben nog zo'n 1200, 1300 molens in Nederland. Dat is 10% van het aantal molens wat we ooit hebben gehad. Want er stonden in Nederland toen de tijd 13.000 molens. Ja, zeg maar wat we ermee doen. Hè? Elk dorp had zijn eigen molen. Bijvoorbeeld even Ouwehoorn had ook een molentje. Ja. Gelijk op deze ongeveer. Ja, bom. 1966. Ja, die molenaar zei, ik heb er niks meer aan. Gooi maar om. Ja, dan gaat het. Ja. En dan ben je hem kwijt. Ja. Deze is dan gered, zeg maar. Ja. Gerestaureerd. Gaat geld in. En ik vind met de overheid, als je erover nadenkt, wat duwen we er geld in? Of laten we het verrotten? Ja. Want iedereen. Dat betekent ook. Dan is er geen controle meer. Want kijk, ik heb nu hier een half jaar. En dan gaat het me toch een beetje leren kennen. Weet je wel. Boven toe gaan smeren. Ik kom weer te kammen. Kijk, ik ga de wieken de zuil op voor te leggen. Ik kijk naar de touwtjes. Ik kijk naar het houtwerk. En dan controleren. Doe je dat niemand? Gaat niemand dat meer doen? Ja, dat gaat. Ik heb het wel vergeten. Dit zijn de stenen van de grond. Waar ze op elkaar in komt. Dat vind ik heel erg. Kijk, ik kan het wel. Dan gaat hij omhoog. Ja. Ga laten drukken. Ja. Dus beneden zit een houten balk en die tilt de steen op. Er zit een houten as onder, die tilt de steen zo op of die laat hem zakken. Als er meer wind is en er gaat meer graan tussen, laten we de steen verder zakken. Dan hebben ze meer wrijving. Maar dat is een steen, die stenen zijn echt serieus niet vast. Je zet er een hout blokje tussen en dan. Dan zitten ze in het tandwiel, dan kunnen ze meedraaien. En zo werkt het. Dat is ongeveer de molen. Nou, als je dat later ook vindt, kom dan gewoon nog eens terug. Als je oud genoeg bent, jongens, maar ook meisjes, die kunnen allemaal gewoon molenaar worden. Ja, de meisjes kunnen ook gewoon molenaar voorbij komen. Dan doe je je vingers even hier achter, vingertje hier, vingertje daar. Ik zou achter, ja? Kom maar. Ja. Pak nog een goede rechterhand. Rechterhand hier, kom naar achter. Linkerhand bij mij. Als je handjes aan de trap. Zo, handje. Dan gaan we nog een stukje verder. Zo, muis. Dan doe je handjes. Je ziet geen mee of je hebt hier slapen.